De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat is bij koersstabiliteit, zo ook de cambio's. In het persbericht wijst de vereniging erop dat het geldwisselbedrijf ook ernstig nadeel ondervindt bij een situatie van stelselmatig grote schommelingen en onzekerheid. Zij doet als vereniging daarom altijd het beroep op alle cambio's niet mee te gaan met handelingen die het karakter dragen van speculatie en koersopdrijving. De vereniging geeft verder aan dat ook zij zich dienen te onderwerpen aan het toezicht van de centrale bank. Volgens de organisatie hebben zij in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om ook te voldoen aan de regels van de Caribbean Financial Action Task Force, CTATF. Dit is tegen money laundering en terrorismefinanciering. De thans heersende situatie op de valutamarkt lijkt sterk door paniek te worden aangedreven, met als gevolg een instabiele wisselkoers. De cambiohouders zijn ook in overleg met de autoriteiten om de samenwerking met het bankwezen te versoepelen. Dit versterkt volgens hen de wil om het geld- en betalingsverkeer voor Suriname ten alle tijde in goede en veilige banen te leiden. De cambiohouders doen dan ook een beroep op ieder, doen ook op een ieder het beroep niet mee te gaan met speculatie. Het moeizaam opgebouwd vertrouwen in onze SRD dient door ons allen, regering, volk en bedrijfsleven te worden gekoesterd en verdedigd ten koste van elke prijs. Aldus de Vereniging van Cambiohouders in een persbericht.